Dan praten we wel over, even kijken, toen was ik een jaar of vijf, denk ik zes, toen begon ik met voetballen, via een vriendje. Dus we praten over 25, 26 jaar geleden, maar toen ben ik hier wel begonnen, ja, dat klopt. Ja, dat waren mooie tijden, vooral toen ben ik naar de F1 gegaan, naar de E1, naar de D1, dus dat waren wel hele leuke tijden, ja. Vaak kampioen geworden, dus dat was wel leuk. Ik ben toen gescout toen de tijd voor Twente, door Issy ten Onkelaar geloof ik. En toen ben ik zodoende ben ik bij Twente terechtgekomen en heb ik de hele jeugdopleiding doorlopen. En toen bij het eerste elftal terechtgekomen, vaak op de bank gezeten. En toen ben ik verhuurd aan Go Ahead Eagles. En toen ben ik verkocht aan Energie Cottbus in Duitsland. Ik heb een hele mooie tijd bij Go Ahead Eagles gehad. Daar ben ik ook nog heel vaak. Ik scout ook nog voor die club, dus daar ben ik nog vaak. Maar even kijken, bij Eagles heb ik mooie tijden gehad, bijna gepromoveerd in het eerste jaar. In Cottbus heb ik de halve finale van de DFB-pokaal gespeeld. Ook bijna gepromoveerd naar de eerste Bundesliga. Het waren wel mooie dingen. En even kijken, we hebben nog een keer de beker gewonnen met Keulen. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ja, ook wel verdere hoogtepunten, maar als je echt of echte hoogtepunten hebt, was dat het eigenlijk. Nou goed, ik was eigenlijk een half jaar, drie kwart jaar geleden eigenlijk voor mijzelf wel klaar met het profvoetbal. Elke dag moeten presteren op zich is dat wel goed natuurlijk, alleen ik doe dat al, ik denk vanaf de jeugd bij Twente begonnen we daar eigenlijk mee. Elke dag moet je laten zien dat je de beste bent. Dat is ongeveer nu 20 jaar, 15 tot 20 jaar dat ik nu elke dag moet zorgen dat ik de beste ben. Dus ik ben er wel een beetje klaar mee. En vooral ook, ik wil het ook een beetje voor de plezier nu gaan doen. En ik denk dat dat goed hier kan. Ik wil mijn trainerscursus verder gaan doen. Ik heb de trainerscursus TC3 heb ik gedaan. Nou ga ik dit jaar, volgend jaar bij Kwik ook de TC2 doen. Ga ik combineren bij het eerste elftal. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Iets meer voor het plezier gaan voetballen. Ja, het liefst zo snel mogelijk kampioen worden natuurlijk. In de tweede klasse, in de eerste klasse en dan naar de hoofdklasse. Dat zou het beste zijn. Ik denk ook dat, ik moet eerlijk zeggen, ik ken niet heel veel jongens binnen het eerste elftal. Maar wat ik allemaal hoor is het niveau aardig. Dus ik ga ervan uit dat we gewoon zo snel mogelijk kunnen promoveren. Waar ik het meest naar uitkijk, goed, we zijn vanwege de corona al vanaf het begin maart zit ik al thuis. Dus ik voetbal was af en toe met Woutje Drosten en zo, weet je, weer bij Kwik, met andere vrienden. Maar verder waar ik het meest naar uitkijk, gewoon lekker weer trainen, lekker voetballen, een beetje plezier in de kleedkamer, een beetje ouwen.